Het plakboek van Willem Koopman. Hier won Wim in de Spaanse polder. Het kampioenschap van Rotterdam cyclocross bij de Nieuwelingen. Hier won hij de Ronde van Zuidland. 1964. Wim voor het eerst in zijn jack van de Nederlandse wielerploeg. Huldigingsfoto van Peter van Doorn, Wim Koopman, Lijn Loevestein en Jan Jansen. Clubkampioenschap in de Spaanse polder. Wim won hier de sprint voor Johnny Brouwer. Wim zijn kampioenstrui, iedereen moest er even aan zitten. Ah, dit is de bekendste foto die er van Wim circuleert. Daar was hij zo trots op dat hij de Ronde van Ierland won. En dan kreeg hij een gigantische beker. Cycling week, the mass start for the rally trophy yesterday resulted in another triumph for the great young Dutch rider Wim Koopman. Hij vierde triomfen in Ierland en in Engeland. Hij heeft de wielerploeg zeer tevreden terug uit Rusland. Wim Koopman wint in Kopenhagen. Wim was altijd niet zo vroege vogel. En Wim die moest alles nog altijd dat doen, dat doen, dat doen. Wim komt daardoor te laat aan de start. De wedstrijd was 4 ronden weg en toen kwam Wim het parcours op. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de eerste beste dikke boom opgezocht, is daarachter gaan staan, heeft de groep laten passeren, is vervolgens weer aangesloten in de groep. Ze gaan de laatste ronde in. Wie wint er? Wim Koopman, met lengtes voorsprong. Maar ja, iemand had het gezien, dus Wim werd gedisqualificeerd. Baancoach Jan Derksen heeft deze week gezegd: let op Koopman, die jongen is zo hard als een spijker. Hij had volkomen gelijk. De Rotterdammer viel zondag in Apeldoorn bijzonder ongelukkig van zijn fiets. En voor iedereen die zijn verwondingen zag, was het duidelijk dat de harte wens van Koopman de nationale sprinttitel dit jaar althans niet in vervulling zou kunnen gaan. Maar Koopmans dacht daar anders over. Zijn rechterhand, die er ernstig aan toe was, hoefde net niet in het gips. En na 2 nachten van pijn niet te hebben geslapen, klom hij met bewonderenswaardig doorzettingsvermogen weer in het racezadel. Met grimmige gelaatstrekken verscheen hij voor de training op de stadionbaan. En hoewel hij nog steeds veel last van zijn rechterhand had, zette hij door. Ooit lag de wereld aan Wim Koopmans voeten. Hij was als pedaalridder een van de meest veelbelovende Nederlandse wielertalenten aller tijden. Hij was een rassprinter. Nadat hij in 1967 weer eens een sprint had gewonnen, zei hij: toen verging de wereld. Ik kwam als eerste over de streep en achter mij vielen de kernbommen. Het was midden jaren 60 dat zijn carrière begon. Het was een periode waarin er voor het eerst dopingcontroles kwamen. Af en toe werd er een renner gepakt. Op het gebruik van amfetamine in die periode. En er zijn renners die het daar behoorlijk zwaar mee hebben gehad. Dat ze gestraft werden voor iets waarvan ze zich waarschijnlijk niet eens bewust waren. Dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Ik kreeg een pilletje en dat moet ik tussen mijn kiezen doen en bij de laatste 200 meter, want dat is bij de sprint natuurlijk het belangrijkste. Dan moest ik dat pilletje doorbijten. Hij zegt, er ging er als een raket vandoor. Dan reed ik zo het beeld uit. De KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie, die had wanneer ze naar wereldkampioenschappen toe gingen of wanneer ze met selecties werkten, hadden die altijd een bondsarts in dienst. In het geval van Willem Koopman was dat in die tijd dokter Visser, was een Rotterdamse arts. Als er een dokter tegen jou zegt van je moet die pilletjes nemen, wie ben jij dan die dat ontkent en die daar niks van wil hebben? Alleen Wim gebruikte 1 tabletje cofidine, hetgeen 50 milligram toegestaande cofeïne bevat en 3,5 milligram amfetamine. Ja, ze werden gedisqualificeerd op het Nederlands kampioenschap tandem. Toen Willem werd gepakt en toen zei hij, ja, maar dat heb ik van de dokter gekregen. Toen gaf die dokter natuurlijk niet thuis, begrijp je? Wat gebeurde er met die teamarts die hem ongetwijfeld die pillen had gegeven? Ja, dokter Visser heeft volgens mij een groot aantal jaren in het peloton rondgelopen. Toen hebben ze Willem van zijn kampioenschap hebben ze hem ontroond. Hij was reeds ook op dat gebied een Lance Armstrong avant la lettre. Ja. Als een gebroken man zat Wim Koopman gisteren aan de rand van de wielerpiste in het Olympisch Stadion. Hij verspeelde zijn laatste kans op de Olympische Spelen in Mexico. Strenge winter voor sprinter Wim Koopman. Het gaat de snelste amateursprinter van Nederland, Wim Koopman, na zijn schorsing door de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie, KNWU, wegens het gebruik van doping bij de nationale kampioenschappen op de baan van vorig jaar niet voor de wind.
De 20-jarige Rotterdammer, ik heb toch geboekt voor mijn misstap, is slecht aan het overwinteren. Na die voor hem fatale maand september heeft hij buiten Antwerpen, waar hij met Jan Dons geen enkel contract kunnen krijgen. Hey, zo werd hij geboycott, ja. Het leed voor Wim Koopman begon reeds enkele weken na zijn schorsing. Ingenieur Paulen van het Nederlands Olympisch Comité oordeelde toen dat een besmet renner niet kon worden afgevaardigd naar de voor-Olympische Spelen in Mexico. Het jaar erop is Wim en Jan Janssen uit elkaar gehaald. Jan Janssen moest gaan rijden met Lijn Loevestein. En deze gingen naar de Olympische Spelen en die pakte toen nog Olympisch zilver. Maar dat was een plek die was voorbestemd voor Wim. Nu zal er moeten gesprint worden, de bel voor de laatste ronde. De Nederlanders proberen er een lange sprint van te maken. Maar de Fransen komen er makkelijk overheen. U ziet hoe ze makkelijk. De Nederlanders zijn gedemoraliseerd. Ze sprinten al niet eens meer. Daniel Morelon en Pierre Trantin zijn Olympisch tandemkampioen. En Wim werd naar een lager niveau gezet. Wim werd niet meer uitgenodigd voor wedstrijden in het buitenland. En Wim was niet meer in tel in Amsterdam. Dus zodoende is Wim toen gestopt met wielrennen. Wim die is toen een beetje op de sjachel geraakt. Hij deed dingen die niet goed voor hem waren. In de sport, in natuurlijk pats boom, in het zogenaamde zwarte gat terechtgekomen. En daar had hij, door een zekere criminele aanleg, in zichzelf ontdekt. En die heeft hij dus, we moeten allemaal blijven leven. Maar dat heeft in Willems geval hele grillige wegen gekozen, dat leven. Ja. Hij heeft wat verschillende autozaakjes gehad op de Stravenweg. En vandaag zat hij er en morgen waren ze weer weg. En ik weet dat hij ook een tijd, dat hij een succesvol oplichter was. En had hij een of andere, zo'n directieketen ergens in de stad neergezet. En daar kon je dan lid worden van een, laten we zeggen, hoe moet ik het zeggen, een soort van inkoopvereniging, weet je wel. Als je daar lid van werd, dan kon je bij verschillende bedrijven in Rotterdam, bij allerlei zaken, had hij een lijstje met andere zaken. Daar kon je dan met korting kopen. Er waren mensen die trapten daar. En toen gingen ze naar zo'n zaak toe. We weten nergens van. En dat ze dan terugkwamen, er was de karretje natuurlijk weg. Met Willem. Ik denk dat hij ook wel in de seks heeft gedaan. Ja. Als uitbater of, laten we zeggen, ik wil niet zeggen, als uitbater dus. Kaufman, Hup Kaufman. En van Hup, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom nu Kaufman. De game is weer los, ja? We geven ze hem van katoen. Van wat? Niet zo slaffen. Oh. Niet van die slappen. 1, 2, 3. Waar ik hem ontmoet heb voor het eerst, het was, dit klinkt misschien raar, op het herentoilet in het Fust. Een toenmalige Fust, ja. Dat ging over de aanschaf van toen de tijd nog bijzonder illegale zaak, mag ik wel zeggen. Dus ik ga er niet over in detail treden, want ik weet nog niet of het verjaard is of niet. Ik weet niet, maar dat kunnen we niet onthullen hier. Nee. Toen ik hem ontmoette, stond hij te dansen in Heavy. Toen vroeg ik, meneer, bent u een springhaan? Meneer, bent u een springhaan? Nee, mevrouw, ik ben een krekel. Toen zei hij van, je weet helemaal niks van dieren. En toen dacht ik, dat is wel waar. Ik vind jou wel grappig. Zeker voor een krekel. En toen kwam hij een tijdje later langs. En toen ging hij mij mee naar het park nemen. Huizen Schoonderloon, een beetje zoeken zo, tussen graspritjes.
Ja, hij begon dus als dier en hij ontwikkelde zich tot mijn chauffeur. Hij had in het begin had hij een auto en dan kwam hij langs. En toen ging hij bevroren hotdogs halen, of hoe heette die dingen, frikandellen. Om de hoek, zo'n heel groot pakket. En die stopte hij door de, hoe heet zo'n laadbak van een auto, zo'n klep. Want daar, daar zat geen slot in. En dan stopte hij dat zo erdoor. En daar zat dan een hond in, die heette Wanda of zo. Ja, Wanda heette die. En deed hij iets met draadjes zo om te starten, want hij had nooit sleutels. En ik dacht dat hij heel handig was, omdat ik gewoon een soort, ja, kende zo'n soort man niet, of type. Nou, dan bond hij dat aan elkaar en dan zei hij, ja, hij start. En had hij hele grote BMW's en dan reed hij me naar Toys in Den Haag en met optredens overal naartoe. Hij was dus bij machte om van in een auto die duidelijk 130 kon, om daar dus 180 mee te rijden. Alles moet dicht. Ramen, deuren, alles. De heilige driehoek moet volledig worden gesloten. We zitten in een tijdmachine. Oh ja, joh. In een tijdmachine. Naar de beloofspot. Asbak ook dicht. Want ja, dat allemaal in het kader van de kosmische balans. We zijn een kokon. Als een speer gaan, maar als een speer. Misschien is het wel handig om je ogen open te houden tijdens het rijden, Willem. Wees gerust, joh. Er kan ons niks gebeuren, want... Je projecteert die weg toch zelf? Hè? Ja, inderdaad, zo kan je het ook zien. Drie keer knipperen en we zijn er. Kijk, hoppa, België. Toen keek ik op Moerloze. Toen dacht ik, ja, ik zeg, joh. Willem, hoe ken je dat nou, man? We zijn er in de helft van de tijd, belachelijk. Ik heb gewoon een stukje overgeslagen. Dat idee van dat je zelf die weg projecteert. Dat was wel, zo kan je natuurlijk het hele leven zien, nietwaar? Ik weet wel dat hij na die autotijd zat in de gevangenis. En waar ik hem ook bezocht heb en waar hij hele leuke brieven schreef. Vond ik tenminste, ik vind ze erg leuk. Volgens zijn brieven is hij van zijn bed gelicht op een maandagmorgen 6:00. En omdat hij nog parkeerbonnen had uitstaan. En ze hadden ook wat wiet in zijn zak aangetroffen. Evolutie. Geen duizenden boeken, geen moeilijke berekeningen, geen onbegrijpelijke taal. Het is simpel, erg simpel. Tijd, streepje klok, streepje automaat, streepje robot. Tijd, punt. Snelheid, punt. Energie, punt. Leven. Automatisch afgesteld leven. Tijd, leven, band, kring, rond, bol, aarde. Aarde, vrouw. Afgesteld leven in vrouw. Wat heb jij met je tijd gedaan? Wat heb je met je leven gedaan? Wow, dat is moeilijk. Dit onder wereld. Onder de wereld krijg je een oude wereld. Wat heb jij gevormd? Ik ben heilige geweest. Heilige wereld. Het lot is gevormd door jezelf, zonder energie niet uit te wissen. Wie is de zon? Wij zijn de zon. Zijn we dus alles? Ja, wij zijn alles. En dat is dik onderstreept. Kunnen wij dus doen wat we willen? Jullie kunnen doen wat jullie willen. Zullen we het dan maar goed doen? PS. Wie is de robot dan? Wie zijn die automaat? Wie bestaat die dan uit? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, enzovoort, aan jullie. Groetjes van ons allemaal. Hij kwam toch steeds meer buiten onze werkelijkheid te staan. Hij waarschuwde wel voor allerlei dingen die er, weet je wel, die er op handen waren ook.
die zouden te gebeuren stonden en zo. Dat waren soms rampspoedige zaken. Ja, het vergaan van de wereld natuurlijk. Of dat de Russen zouden komen. Iets dergelijks. Maar ook hij handelde niet zomaar. Hij handelde duidelijk onder een sterke regie. Want het zei ik wel eens, ja Willem, maar ik bedoel, als je... Wie regelt dat dan boven? Ja, nee, daar kan ik niet over praten. Daar kon niet over praten wie dit was. Maar hij had dus wel degelijk... Met die aangestuurd vanuit buiten ons zonnestelsel, laat het zo zeggen. Ja. De Galaxy is niet de Galaxy meer. De Galaxy is er nooit geweest, die hebben ze verzonnen. We leven nog steeds in de verzinsels van anderen. Zonder dat we dat zouden weten, dat is het. Dus dat moeten we oplossen. En dan is de weg vrij, is goed. Meer niet, meer niet! Als je naar boven kijkt, dan weet je het. Ja, doe het eens naar boven kijken. Boom, is goed, goed. Ja, ja. Die berichten uit de kosmos, die kwamen dus voor hem door. Die konden wij niet ontvangen, die kwamen bij hem door. En die waren ook alle in een taal waar niemand een touw aan vast kon knopen. Zink. 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 En dan... Ja. Dan zat hij weer op zijn ruimteschip. Bijna Shakespeare, hè? There is a system in this madness. En... Dat was zeker bij hem het geval. Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen. De dingen hadden altijd een lijn. Hij stond in contact met de andere kant. Met de andere kant van datgene wat wij mensen met onze eigen ogen kunnen zien. Bij mij zag hij uit het raam, dan keek je naar de Euromas en allemaal vieze fabrieken die zo op de Lloyd... Ja, die Mühlepeer is dat nu zo ontwikkeld. Zonder vroeger allemaal vieze fabrieken met allemaal... uit die pijpen kwam een hele vieze, gore lucht. En dan zag hij daar weer... Ja, met die ufo's kon hij daar dan doorheen. En dan kon je die stromen van die rook en die viezigheid allemaal... kon hij dan teniet doen. En dan stond hij zo voor het raam een beetje te etteren. En dacht ik, nou ja, het zal wel, joh, weet je. Dan zou ik alleen maar willen nog een boterham, weet je. Nog een sprookje vertellen voor jullie. Maar dat doe ik even in mijn eigen taal. Het is noodzaak om alles bij te stellen, want hij loopt de klootzakken met dat ding. Daarheen moet je, laat de camera's kijken. Kom maar, laat je even zien, kom maar. Daarheen moet je verdienen. Zo, nou het oogje daarheen zo. Je ziet, nou gaat het goed. Zo gaat het goed. Dan ga je omhoog. He, zo moet je filmen, alleen maar... Zo is goed. Goed. Ja, nou is goed, zie je het? Eens in de maand mocht u douchen bij ons in Radio Café Rijnmond in de douche. En als je zag uitkleden, dan zag je allerlei stickers op zijn lijf geplakt. Maar amuletten of zoiets? Ja, amuletten, dat is misschien het beste woord. Dat die dus allemaal... Die hadden ook allemaal een betekenis hadden, waar absoluut ook niet mocht worden aangekomen. Van die kietsdingen, weet je, een soort kristallen kan je dan kopen voor een paar tientjes. Van die grote nep, ja, dingen. En die stopte die dan in een plastic zak zo rond zijn buik en zijn hart. In zijn systeem waren dat, anders dan zou hij niet kunnen overleven natuurlijk. En dit was om onze, ook voor onze bescherming. Maar dan moest de balans moest immer blijven gaan. Ik weet je, dat luisterde heel nauw. En daar dienden ook al die amuletten voor. Hij geloofde er ook echt in. Hij zei ook altijd, ik bescherm jullie via de planeten en uit de ruimte vandaan. En hij leefde echt heel erg in die wereld. Hij rook ook nog wel en hij zweette nogal. En dat pak, dat was niet bepaald naar de stomerij geweest. Dacht ik altijd, gaat dat pak überhaupt nog wel eens uit? Volgens mij, in mijn herinnering was het een enorme lange rits. En ik denk dat ding gewoon verroest was of kapot. En dat hij daar gewoon, dat zweet hoopte zich op. En hij sliep daarin, hij leefde erin. Dan boende ik hem weer een keer in de badkamer met zulke handschoenen aan. En met zo'n gasmasker op. En dan... Ja, dan kreeg hij zijn nieuwe outfit weer. En toch elke week iets schoons en... Ja, weet ik wel, kikken aan wilde hebben. Dat snap ik wel. Ook als je...
niet aan onderdoor wil gaan. En ik weet wat het eerste wat hij tegen me zei is... Hé, aardige jongen, heb je een gulden voor me? Dan vond ik een weergeloze start eigenlijk van een gesprek. Dus, en daar gaf hij ook wel wat voor terug. Want dan ging hij naast je zitten, zei hij verder niks. Ik denk dat hij gulden al gelijk gegeven had. En dan pakte hij een papiertje of een viltje. En dan ging hij met een pen ging hij daarop krassen. Maar het fascinerende was, als een klein kind... hij bleef net zo lang krassen tot hij er doorheen, door het papier heen krasste... en op de tafel aan het krassen was. In Radiocafé Rijnmond, dit opende ik in 1983. En daar kwam hij vrijwel dagelijks. Dat was alleen maar om te eten en om een beetje zakgeld te vragen. Maar hij gebruikte dat café ook als een soort van werkruimte. Hij maakte daar ruimteschepen van stampetjes. En het waren wonderbaarlijke dingen. Willem dronk geen alcohol. Als je vroeg wat wil je nog drinken, dan gaven we meestal tonic. Met zo'n schijfje citroen erin. Stampertje. Want om die stampertjes was het hem te doen. Door ze warm te maken en zo. En dan op elkaar te plakken en... Mijn hele krankzinnige constructies bouwde die dan. Ruimteschepen volgens zijn zeggen. Iets waar die ook in mijn herinnering krachten aan ontleende. Kees Wetsema, die was een kunstverzamelaar. Die heeft hem echt heel veel geld geboden als je een aantal van die ruimteschepen kon krijgen. Maar hij kreeg er niet één. Voor welk bedrag dan ook. Hij verkocht het niet. En ze zijn allemaal verdwenen. Dus ik denk dat hij ze kapot gemaakt heeft. Ik heb hem één keer straf gegeven, mocht hij 2 maanden niet komen. Toen had er een vrouw aan zijn kunstwerk gezeten. En die had hij heel hard in de tepels geknepen. Toen had ik gezegd van, joh, nou mag je een maand niet komen, want dat doe je natuurlijk niet. En daarna krijg je een maand voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Hij zei, oh, dus ik mag een maand niet komen. En het jaar erop, als ik dan wat weer verkeerd doe, mag ik weer een maand niet komen. Ik zei, ja, zo zit dat. Maar 3 dagen later stond hij weer binnen. Hij zei, ja, want ik heb natuurlijk wel heel erg honger. Dus ik zal het boze verhaal vertellen, even snel, hè. Dan kom ik gisteren, loop ik op de binnenweg, lopen er een hele groep achter elkaar, een beetje donkere type, waar de kannibalen allemaal mes en vork erin en blablabla. Maar nu is het zo, nee, die zijn gearriveerd dus met een ruimteschip, maar die komen jaren te laat, dus dat hele programma heb ik al lang gezien. Maar ze zijn een beetje sloom, hè. Dus die doen hetzelfde programma als dat in 78 gebeurde, je weet met de Big Boom. Ja. Hun kwamen gisteren aan hier. Dus ik kom in mijn lief. Maar het slaat ook helemaal nergens op, natuurlijk. Dat mag ik dus niet vertellen. Maar ze zijn volop bezig. Als je wil filmen, hè, dan moet je die filmen. Want ik heb ze allemaal zaagsel heb ik ze in de hoofd gegeven. Want al die lampen, dat is te gevaarlijk. Hè. Dus ze zijn een beetje te laag, maar ze zijn beslist ongevaarlijk. Nou, je weet, dat moet je vastleggen. Je weet niet wat je ziet. Ken je het een hoofddoel is, vandaag willen ze dus waarschijnlijk het Algemeen Dagblad innemen. Dan willen ze de overheid natuurlijk ook innemen. En hun hoofddoel wordt waarschijnlijk toch maar lief. Daar willen ze iedereen opvreten. Maar je weet, ze komen in de loop van de dag. Maar ze zijn zo langzaam. Ik moet ze op gaan halen, want anders zijn ze er niet, begrijp je? Maar Willem was, die was druk in de weer. Om Rotterdam uit handen van de boze te houden. Want hij mocht de stad niet verlaten, omdat hij het idee had van dat hij... dat je mensen moet ontrobotten. Voortdurend kwam hij duidelijk maken van dat we ons geen zorgen hoefden te maken, omdat alles geregeld was. En als je dan vroeg, ja, wat is er dan geregeld? Zei hij, ja, maak je nou maar geen zorgen, want het is gewoon allemaal geregeld. Regelmatig kwam hij binnen en had hij iets gevonden bij een vuilnisbak. Bijvoorbeeld een oude telefoon. Nou, die waren in die tijd natuurlijk nog veel groter dan nu. Of een afstandsbediening, zoiets. En dan ging hij midden in de foyer staan en dan riep hij... Tak! Tak! En dat was om ons te beschermen, om een soort kosmische straling weg te duwen. Hij zag mijn vader en moeder. Hij haalde een stukje papier uit zijn binnenzak. Dat scheurde hij een stukje vanaf. Dat was een kleurig papiertje. En dat moesten ze maar aan Theo geven. Want door dit stukje papier zou Theo heel veel geluk in zijn leven krijgen.
Wat zie je bleek? Wat is er met je aan de hand? Hij zei, vreselijke hoofdpijn. Nou, kom er maar even met me mee. En dan moesten we een rustig plekje zoeken in de lantaarn. En dan had hij op een papier cirkels getekend. Die ronde, kleurige cirkels. En dan moest je dan naar kijken, zo. Tijd. Zo. In het midden. En dan zat je dus in een afgesloten ruimte samen met Willem Koopman naar zo'n cirkel te kijken. En na verloop van tijd was dan volgens hem de hoofdpijn verdwenen. Ik weet wel dat hij zichzelf altijd hield. En dat deed hij voornamelijk met Glorix tegen alles. Dat was goed tegen de bacteriën. En dat was wel een wondermiddel dat hij vaak toepaste. Ja, was ook in staat om het drinken. Niet in stokken, maar toch om het oraal tot zich te nemen. Er was een avond, zo'n hele drukke avond, dat hij hevig onderaan binnenholde. Onze aandacht vroeg en zei, het hele Centraal Station is weg. Het is helemaal weg. Er is niets meer. Mensen zijn allemaal getroffen. En hij schilderde dan een soort inferno. Ja, hoe het station nou precies was weggevaagd, dat was door een aanval uit de ruimte. Door iets van een hogere hand. Er was geen station meer. Er waren ook veel mensen bij om het leven gekomen. En hij had dus hulp verleend. Hij was al die tijd bezig geweest om mensen te verplegen, mensen weg te slepen. En dat vertelde hij met een groot aplomb, dat je bijna zou denken dat het waar was. Er zat iets consistents in natuurlijk. Hè? Dat hele idee van de kosmos, dat vanuit de ruimte iets zou kunnen gebeuren dat de mensheid zou aantasten. Het feit dat hij daar dan voor was om dat tegen te gaan. Als het eenmaal zover was, dan in ieder geval ik mocht sowieso mee. En er waren nog wel een paar die mee mochten, maar het waren er niet zoveel. Wij mochten met het ruimteschip mee. Ik heb nooit een ticket gehad om die kant op te gaan. Koos! Maak ze open! Ik heb een plan. Als ik me een joetje geef, koop ik een boot. Met diamanten. Dat weet die eigenaar niet van die diamanten, maar ik wel. Koos! Koos, heb ik morgen een boot met diamanten, verkoop ik dan zijn we rijk. Koos! Koos, een joetje maar. Hé! Hey. Hij zat op de Westersingel op een bankje een frietje te eten. Mijn auto stond voor die bank geparkeerd, dus wij komen aanlopen en Wim ziet me en die roept gelijk uit de verte al van, hé hey, Theo, dat is lang geleden. Hij zegt tegen mijn vrouw van, maar u ken ik niet, maar u hebt wel een hele goede man, hoor, dus let maar goed op hem. En vervolgens deed hij zijn bakje met friet in de prullenbak en Wim ging verder, want hij moest weer verder, zei hij. Toen Wim weg was gegaan, zijn wij even terug in de auto gaan zitten en toen zag ik dat Wim terugkwam en het bakje friet weer uit de prullenbak haalde en weer verder ging aan zijn frietje.
Ja, het begint eigenlijk november, december, als het koud gaat worden. Dan denk ik, oh, als hij maar niet sterft van de kou of buiten. Ik heb wel eens meegemaakt in -10 met een sneeuwstorm. En dan zie je hem gewoon weglopen bij de auto vandaan. Waarheen was ons een raadsel. Hoe hij dat allemaal overleefd heeft, is wonderbaarlijk. Hij hield zich altijd bij voorkeur op in de nabijheid van een benzinestation. Want daar had hij dus altijd water of wat dan ook. En ook zo'n benzinestation is de hele nacht open, dus de hele nacht reuring. Hey, ik zie hem, ik zie hem. Hij is daar. Ik zou naar beneden komen. Hey Willem. Hey Wie. Waar is die? Ja? Even de kamer. Zeg je? Ik haal hem er toch uit, hoor. Je haalt hem er toch uit. Was je fiets? Ja. Nou, alles wat er bestaat, hè. Werkelijk alles zit hier in de grond. Hier, is namelijk hier. Dus alles wat je daar ziet in het zuiden, is allemaal is aangepast, zit allemaal hieronder. Dus allemaal is nagemaakt en echt ook. Dus alles wat je ziet daar, is niet echt. Dat wordt allemaal geleverd door hier. Maar jij bent zelf uit 1947, hè? Ja, ik ben hier geboren. Jij bent hier geboren? Nou, ik kom uit de grond vandaan. Dus ik kom ook uit zo'n gat. Dus ik ben niet geboren, ik ben geleverd gewoon. Geleverd? Door wie? Ja, Atlanta. Dat is een vrouw, Atlanta. Een spin. Maar ik ben geboren gewoon een eentje verder. Er was helemaal niks, was er helemaal niemand. En toen ik kwam, is de wereld om mij gewoon aangepast. Maar dat is allemaal de oude tuin. Dus ik ben gewoon een tijger gewoon. Dus ja, precies zo. Ja. Niet verdraaien daar, dat is het goed. Nee. Hier heb je allemaal lanen allemaal onder. Dus heb je heel Parijs allemaal Jij fietst daar ook. Jij fietst daar in die lanen. Ja, maar dat doe je dan in Parijs. En hoe hard fiets je dan? Oh, dat maakt niks uit. Dat maakt niks uit. Nou, noem eens snelheden. Wat? Nou, ik ben wereldkampioen op de 300 meter met 1100 km per uur. 1100. Ik rijd dus op de baan 4 seconden over de laatste 200 meter. Dat is ongeveer 400 km. Ik rijd op de baan dus daar beneden kan ik 80.000 rijden. Maar dat doe ik allemaal met bike. 80.000? Ja, waar is die baan? Weet ik dat ook weer? Van de kust, Oostende. Waar is jouw wielerbaan? Ja, nou ja, als je eentje verder komt bij Oostende, heb je alleen maar banen. Dus bij Teheran, als je dus in Teheran komt, dus ook Teheran, dan kan je eeuwig doorreizen, heb je alleen maar banen. Iedere 40 kilometer heb je een baan. Ja, wat mensen zeggen, Willem, de wielrenner fietst niet meer. Nee, maar die mensen kennen mij toch niet. Wat kan je hier nog van herinneren? Alles. Ja? Alles. Je vindt sprintkampioen? Ja, Jansen. Waar was dat? 76, Amsterdam. Natuurlijk wel. Jansen werd 2, natuurlijk wel. Dat ging om de wereld. Jan Jansen. Dat ging om alle werelden, hoor. Ik was de snelste van alle werelden toen. Want ik reed tegen. Dus Jansen was Amerika eigenlijk. En ik reed. En Rusland erbij. Dus ik reed. Jansen was Amerika en Rusland. En ik reed. Ik was gewoon eigenlijk Nederland eigenlijk. Ja. Nou, ik ben nou vele malen sneller dan toen. Ja? Al veel sneller. Dat is Wim Koopman. Dus ik ben de jeugd van die. Dus hier ben ik 20 jaar, hè? 20. Nou, ik ben 12 jaar. Dus zo moet je zien. Dus ik ben, dat is een mens. Hij is een mens, ik ben een tijger. En dat was eigenlijk 4 seconden. 4 seconden rijd ik aan. Over 200? 200 meter, 4 seconden. Over 200 meter rijden, 4 seconden gewoon. Ja, toen leek 11 seconden, ja. Hoe kan je nou opeens sneller worden? Nou, training. Wel, ik ben gewoon veel beter. Ja. Ja, tuurlijk man. Ik ben een tijger. Ik ben geen mens. Jij bent een mens, nee, ik toch niet. Ik ben zo snel. Kijk maar. Zo snel. Dus als ik zo slang ben, ik ben een stelletje. Tak! Pew. Dat is snel of niet? Dat is snel. In. Waarom ben jij gestopt met fietsen? Ja. Nou, alles was dood. Iedereen was dood natuurlijk. Ze hebben alles vermoord. Ze hebben alles vermoord in 68. Ik was de enige, alles was dood. Dus je kon tegen niemand meer fietsen ook? Alles was dood, allemaal dood. Jij bent betrapt? Nee, altijd wel. Nee, je bent betrapt op amfetamine? Nee, dat is gewoon de Oost-Duitse bond. Dat is helemaal geen controle. Maar we moesten allemaal sneuvelen gewoon. Ik wil zo graag nog even naar je fiets kijken. Dat kan niet. Want dat is maar mogen we op een afstand wel je fiets filmen? Als je tot hier komt? Dat is ook een schip natuurlijk, dat zijn alle fietsen eigenlijk. En nou zie ik je fiets staan. Ja, dat geeft me. Dat is ver weg. Dat geeft me, maar daar heb je niks op gezien. Wat ga je nou doen? Nou, ik ga fietsen, ik ga naar Zuid-Hoek. Ik ben nog wel, tot ziens jongen. Oké, tak, dag. Hoi. Koopmans huist nu in een soort van hol in de buurt van Dijkzicht. En waakt dag en nacht over u en mij en de stad Rotterdam in het geweld van de eeuwige kosmische strijd. En herstelt waar nodig met een enkel handgebaar de verstoorde balans in het heelal dat zowel in ons heerst als om ons heen. Hij doet dat zeker niet voor zijn lol,
maar handelt in opdracht van buitenaardse krachten, te groot voor ons om te bevatten. Dat is Kopmans missie op dit ondermaanse. Daarnaast is wielrennen maar kinderspel. Mijn vader en moeder kwamen hem tegen. En toen had hij zijn medailles allemaal om. En op een gegeven ogenblik, een paar weken later, was hij zijn medailles waren ineens weg. En je moet voorstellen, dat waren toch gouden medailles. En die waren ineens kwijt. En toen hebben ze ernaar gevraagd en dat wist hij niet meer waar ze gebleven waren. Er is geen sport waarin atleten zoveel wedstrijduren per jaar maken. Al die adrenaline, al die endorfine, al die verslavende hormonen. Ze razen bij wielrenners in sommige perioden van het jaar vrijwel constant door hun lichaam. Ze worden opgevreten door de stress van massasprints, dag na dag na dag. Ze raken verslaafd aan de kick van snelheid. Ze worden verteerd door de angst om te verliezen. En wat als die hormonen er van de ene dag op de andere niet meer zijn? Als de fiets in de schuur staat en de roest op de longen slaat? Als de benen niet meer draaien en het hoofd begint te malen? Hoe kom je aan je adrenaline en endorfine als je de hele dag aan het bureau zit met een huilend hart en natte boterhammen in de trommel in je tas? Wielrijden is als vliegen. Je kunt erover nadenken zoveel als je wilt. Maar als je echt goed bent, echt in vorm bent, hoef je er niet over na te denken, dan voel je het. Dan gaat het vanzelf. Je vliegt. Misschien missen gestopte sporters dat wel. Dat gevoel dat je vliegt. Dat je alles kunt. Dat alles klopt. Dat al je zintuigen maximaal functioneren. Je voelt die ene druppel van je voorhoofd langs je neus, over je wang, naar je kin glijden. Je ruikt het gras langs de kant van de weg. Je ziet het asfalt in slow motion, korreltje voor korreltje onder je vandaan schuiven. Het gebeurt maar heel soms, maar het gebeurt. Soms in een wedstrijd, maar het kan je ook zomaar overkomen op een training, op een druilerige dinsdagmorgen. En ik weet nog goed dat ik misschien alweer een half jaar later of zo bij de Ronde van Vlaanderen 's ochtends was in het rennershotel in Gent, waar de renners op het punt stonden te vertrekken. Die waren aan het ontbijten. Had je de Farmfrietploeg. Er zaten echt grote mannen in. Er zat Servaas Knaap in, die later Parijs-Roubaix won. En Steven de Jong, die volgens mij ook al eens een klassiek had gewonnen. Dus echte profrenners. En die hadden dat gezien en die zeiden dat ze die tape van Willem regelmatig in de bus, in de wielerbus erin stopten, om voordat ze een koers gingen rijden, die teksten wilden horen van Willem. En die professionele wielrenners, die kenden gewoon die teksten. Dus Servaas Knaap, die hadden, tak! En dat was natuurlijk echt geweldig dat iemand die Parijs-Roubaix wint, Willem de wielrenner kent en dat tak ook gebruikte om in de goede sfeer te komen. Dat is een grote eerbetoon aan Willem is eigenlijk niet mogelijk. Hij droeg echt een verhaal met zich mee. Hij was van een andere planeet. Hij was echt iets heel bijzonders. Nou, nu is hij ook weer geheel op deze aarde teruggekeerd. Naar zijn inspannende missie in de ruimte, nietwaar? Kijk, als er iemand een survivor is, dan is hij dat. Ik bedoel, ga jij maar eens van roem helemaal naar niks. En een beetje soort op kranten slapen. Of droogvoer van een hond eten. Ik bedoel, je moet er maar tegen kunnen. En hij kan dat. Dus je ziet dat hij toch, ondanks alles wat hij gebruikt of whatever, dat hij ijzersterk is. Ik denk dat Willem ons met zijn manier van praten en zijn manier van leven beschermde tegen de saaiheid van het bestaan. Dat hij was iemand. Als je daarnaar keek, dacht je, ja, zo kun je ook leven. Zo kun je ook worden. En dat vond ik niet per se slecht eigenlijk. Ik vond het wel een bijzondere figuur. Hij beschermde ons. Ja. Ja, en hij geloofde daar, zeker. En wie zegt dat het niet zo is? Want er is ons verder inderdaad nooit wat rampzaligs gepasseerd hier dus.
start. Wim Koopman, kampioen van Nederland. Leon. Deze Wim Koopman. Wordt hier gefotografeerd. Eén ronde voor Wim Koopman, ex-kampioen van Nederland op de sprint. Uit de Thank you.